Goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen Petro, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de single Lach en Zwaai. Ja. Ja, hij zegt ja. Ik draai dus juist een fragment van een ander nummer. Ik weet niet wanneer dat uitgekomen is. Het nummer Sabrina. Dat is een... Ja, ik denk 5-6 nou. Ja, een jaartje 5-6 is die uit nou. Ja. Eventjes voor de luisteraars. Zanger Petro, zoals je aangekondigd had. Of Petro weer, wat ze mag zeggen natuurlijk. Hè. Is voor degene die jou kende, jij bent al meer dan dik 12 jaar bezig met de muziek, hè? Ja, dat klopt. Ja. En nu deze single Lach en Zwaai. Voordien zijn er nog een aantal singles uitgekomen, maar Lach en Zwaai, je krijgt er volop aandacht nu, hè? Ja, Lach en Zwaai. Ik heb al een aantal nummers opgenomen in verschillende studio's. En dan kwam ik Frank van Etten op mijn pad. En toen ben ik bij hem in de studio geweest en ben gevraagd wat kun je voor me doen. Ja. En zeg, we zaten hier maar de koffie en toen zei hij, oh wacht maar even, ik pak mijn laptop wel even. En hij keek mij een paar keer aan en hij begon te componeren en drie kwartier later was mijn nummer klaar. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. Dus je gaat op een gegeven moment, kom je Frank tegen en dan is er een klik. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Als je gaat kijken op de site, Petro, daar staat bovenaan de gangmaker van het oosten. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt zeker. Ja. Als ik aan het zingen ben en de mensen me gek, dan doe ik net zo gek mee. Dan sta ik op de tafel, dat maakt mij niks uit. Hey. Wat, als je dan leest, Petro heeft zijn naam al ver gezet in elk partycentrum in de omgeving heeft hij wel zijn naam ten neergezet. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja. Ik heb bij verschillende discussies gezongen, tentfeesten. Dat leven bij ons, hè, tentfeesten. Ja, ja. En dat is ook jouw genre, hè? Het feestmuziek zingen, hè? Ja, feestmuziek, de mensen gaan maken, hè. Ja. Het is als een stadje wordt natuurlijk altijd geboekt als een feest is natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Heb je dan ook wel eens ooit, Petro, als je dan ergens binnenkomt en je denkt van, nou ja, luister, ik ben vanavond geboekt hier, maar ik kan er niks van maken, want er zit helemaal geen sfeer in. Heb je het wel eens ooit meegemaakt? Ik heb wel eens meegemaakt dat het wat rustiger is, dat de mensen blijven zitten of wat dan ook, en dan probeer je wel van alles. Maar dan achteraf dan hoor je van de mensen, ja, ik vond het super gezellig en... de ene die danst en hoogst en springt en de andere wil graag even lekker zitten, een biertje drinken, muziek erbij. Ja. Dus ja. Is er dan altijd ook, als je dan zo'n optreden hebt gehad en je hebt dan weer een geweldige avond gehad waar het publiek genoten heeft van jouw zingen, dat je weer helemaal leeg bent, dat er weer een soort leegte uit je lichaam gaat op het eind van de avond? Ja, dan ben je weer, dan ben je zelf ook blij natuurlijk, hè. Kijk, als de mensen meedoen, dan ben je zelf ook blij. Als je dan naar huis in gaat, dan zeg je het in elkaar een auto, nou, dit was weer een supergezellige avond. Ja. Maar dat, wat ik ermee probeer te zeggen, is dat dat een soort tevredenheidsgevoel moet geven, of niet dan? Ja. Ja, dat klopt. Ja, want daar doe je het voor, hè? Daar doe je het voor, ja. Ja, daar doe je het voor. Voor de mensen. Ja. Nu deze single, wat je al aan het begin van het gesprek zei, Petro, die wordt erg goed ontvangen. Is dat een beetje boven de verwachting heen, of niet? Ik had het wel gehoopt. Kijk, het is een flipnummer, het is een lekker nummer, het blijft lekker hangen. Dus ik had er wel een hoop van dat dit wel een nummer was dat eigenlijk beter vooruit ging als de vorige nummer, zeg maar. Ja, en dat, ja, maar het is natuurlijk elke keer weer proberen te overtreffen van hetgene wat je eerder gedaan hebt natuurlijk. Dat is altijd weer een uitdaging. Ja. Ja, dat klopt. Nu is er deze samenwerking met Frank. Gaat dat een vervolg krijgen, Petro? En dat gaat sowieso een vervolg krijgen. Ik heb een voor 3 weken geleden heb ik een duet met Frank opgenomen. En die komt eind september komt dat duet uit. Ja. Dus een duet van Frank van Etten samen met Petro. Ja, samen met Zanger Petro. En dat wordt ook weer feestmuziek. Dit is al een bestaand nummer van Frank.
Ja. Dat wordt weer opnieuw genomen. Ja, maar ook in het feestgenre. Ja. Okay. Nou, en nee, dus we zijn razend benieuwd. Je maakt ons nieuwsgierig, Petro. Ja. Maar we moeten. Het is een nummer van Frank van Netten. Het is een nummer geluk. Ja. Als je er ooit van gehoord hebt. Ja. Nou, dat nummer hebben we samen opgenomen. En dat hebben jullie een nieuwe schwang, zoals ze dat noemen, een nieuwe schwang aangegeven. En in de nieuwe versie wordt dat op eind stemmen uitgebracht. Ja. Ja, even nog een aantal meer duetten met andere zangers. Dus, ja. Voor mij komt er een verzameling van die uitgang. Nou leuk, we zijn benieuwd. En dan lees je op een gegeven moment, het is geen feest als Petro is niet geweest. Dat denk ik altijd wel. Ja, dat denk ik altijd wel. Ja, als ik kom, dan probeer ik mijn best te doen, dus, ja. Om een groot feest van te maken. Dus, ja. Maar je moet zelf natuurlijk ook altijd in de stemming zijn. Hè. Ik neem aan, je bent ook maar een mens van vlees en bloed. Je kunt er ook wel eens een keer een dag hebben dat je de rotdag hebt, of niet? Ja, maar niet als ik zing. Nee. Als ik zing, nee, dan vergeet ik de rest al wel. Dus, dan ga ik helemaal voor het zingen. Dus dan alles wat er omheen is, dan, wat die dag gebeurd is, zeg maar. Ja, dat is weg. Leuk, ik vind het links. De boekingen voor jou, voor Petra, zijn die meer in het oosten van het land of verspreiden zich die verder door heel Nederland heen? We zijn door heel Nederland, in België en Duitsland. Zo. En als je dan in Duitsland wil, word je dan bijvoorbeeld in Duitsland geboekt? Is dat ook voor een feest bij de Duitsers of ook voor de Nederlanders die daar wonen? Ja, nou, kijk, er zijn gewoon Nederlanders, maar als een Duitser. Een Duitse Nederlands muziek hoort, alleen het ritme al, dan gaan ze al uit een dag. Ja? En natuurlijk, ik zing samen met mijn vrouw. Mijn vrouw zingt Duits, Engelstalig. Uh-huh. Dus ik zing Nederlands en Duits. Dus we maken er sowieso een feestje van. Dus, ja, dus hier zijn ook eigenlijk, man en vrouw zijn ook eigenlijk een duo dan? Ja, zij doet altijd met geluid, dus... ik vind het knap. Dus er is een man en vrouw, een duo, een stukje techniek en je zingen samen. Ja. Nou, ja, Peter kan het niet, weet je, houdt alles wel in eigen huis natuurlijk. Nee, je hebt alles bij je, dus je hebt je muziek bij je, je hebt je geluidsvrouw bij je, dus je hebt alles bij je. En je hebt je eigen vrouwtje bij je. Ja, daarom. Ja, leuk. Wat wil je nog meer? Ja, meer kunnen we niet hebben, nee. Petro, nee. Eventjes voor de luisteraars, als ze meer willen weten, want er is ook een eigen website van jou, hè? En dan moet je zanger Petro gaan zoeken, hè, op internet, hè? Ja, als je zanger Petro doet, ja, dan kom je natuurlijk op mijn Facebookpagina's terecht. Ja. Mijn website wordt nog gemaakt weer opnieuw, dus die zal opnieuw in de lucht komen. Ja. Oké. Okay. Dus, maar ja, Facebook... Facebook kunnen ze me altijd vinden op Zanger Petro, dus... Het is zaterdag, het is weekend vandaag. Is er vanavond ook een feest of niet? Ik heb van het weekend heb ik even een stopje gehad. Ik zit op de camping nu, ik moet de spullen afrekenen, dus... Het moet nog gebeuren. Oh, dus het is eventjes een beetje time-out, zoals ze dat noemen? Ja, nee, alleen dit weekend. Volgend weekend gaat wel los, dus... Nou oké, we gaan de zingen draaien, lach en zwaai. Ik ga jou bedanken dat je vanmorgen hier toch even live hier bij ons in de uitzending was. Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Ik vond het heel fijn dat u contact met mij over neemt, dus... Nou, leuk. Ik zou zeggen, een mooie afsluiten voor dit. Zeg eens tegen de luisteraar, kondig zelf je eigen single aan, dan ga ik hem starten. Oké, lieve luisteraars. Mijn nieuwe single is net een paar weken oud, dus... Ik hoop dat jullie het mooi vinden. De titel is Lach en Zwaai. Het gaat je goed. Lekker vrolijk nummer. Ja, het gaat je goed. We spreken elkaar weer de volgende keer, Petro. Groetjes. Dankjewel. Ook een beetje. Joi.